Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ik open deze vergadering, want zo heet dat. Aan de orde is het openbaar verhoor van mevrouw Bertram. Mevrouw Bertram, welkom namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Dank u wel. Wij doen onderzoek naar opzet en werking van het hele stelsel van de coöperaties. En we kijken daarbij ook naar incidenten die daar gebeuren. En dat zou ons in staat moeten stellen om te kijken wat er nou is gebeurd en hoe dat kon gebeuren en wie er voor verantwoordelijk zijn. En vandaag verschijnen er topambtenaren van het ministerie of voormalige topambtenaren voor onze commissie om verhoord te worden. En waarbij we ons zullen concentreren op het volkshuisvestelijke toezicht en met name ook de positie die de toezicht de afgelopen jaren had. We zullen ook zien wat dat voor impact had op de casussen die wij onderzoeken. En in dat verband, mevrouw Bertram, wordt u zelf gehoord als getuige. En uw verhoor vindt plaats onder ede. U heeft ervoor gekozen om de eed af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u even wil gaan staan. Zeker. En mij nadoet met de twee vingers van uw rechterhand. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. U staat onder ede. Neem u plaats, mevrouw Bertram. We gaan beginnen met het openbaar verhoor. Er zijn enige leden van onze commissie die willen u wat vragen stellen. En ik verzoek u de microfoon aan te laten staan. Die staat nu aan. Ja. Het woord is aan collega Groot. Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Bertram, u heeft 17 jaar als topambtenaar bij het ministerie van VROM gewerkt. En vanaf het jaar 2000 was u plaatsvervangend directeur-generaal. En daarna directeur-generaal wonen tot 2007 en in die hoedanigheid ook de echte hand van de minister op dit dossier. En we willen met name vragen stellen over die periode tussen 2000 en 2007. En ik zou willen beginnen met een aantal algemene vragen over de beleidsontwikkeling in die periode. U kunt dat heel goed overzien. Wat minder overzichtelijk was het aantal bewindslieden waar u mee te maken had. Dat waren er maar liefst vijf. De heer Remkes Kamp, mevrouw Dekker, de heer Winsemius en mevrouw Vogelaar. Wanneer we toch proberen te kijken naar de hoofdlijnen in het beleid in die periode, dan zien we wel één belangrijk kantelpunt. En dat is de overgang van staatssecretaris Remkes naar minister Dekker. Staatssecretaris Remkes is lang bezig met het voorbereiden van een woonwet. En uiteindelijk dient minister Dekker die woonwet, als ze eenmaal is aangetreden, dient ze die niet in. Kunt u toelichten wat de verschillende zienswijzen van deze twee bewindslieden waren? Waarin verschilde Remkes van Dekker? Ja, ik zal dat proberen. Als je kijkt naar de opzet van de woonwet, dan was dat een ordeningswet waarbij geprobeerd werd om uit te gaan van een landelijke visie, een provinciale visie en een lokale visie. En waarbij ook gezegd werd dat op basis van die visies de corporaties prestaties moesten gaan leveren. De zorg in die tijd was dat die zelfstandiger wordende corporaties groter, sterker en rijker werden, zonder dat daar de goede prestaties tegenover stonden. Uiteraard niet daarna alle goede prestaties die uiteraard wel geleverd werden door de corporaties.
U vergeet dat, tenminste nou niet u vergeet, maar u in het rijtje wat u opnoemde, is het zo dat na staatssecretaris Remkes... Komt eerst Kamp. Minister Kamp kwam. Ja. Het Raad van State oordeel over de woonwet was, laten we zeggen, kritisch. Ik heb het nog eens nagelezen en eigenlijk was de kritiek... U maakt onvoldoende duidelijk waarom u eigenlijk deze visies wilt. U maakt ook onvoldoende duidelijk hoe u toezicht daarop gaat houden. En er staat een cruciaal zinnetje in. U maakt ook eigenlijk onvoldoende duidelijk waarom u opnieuw teruggaat naar een minder zelfstandige sector. En dat kan natuurlijk wel dat u dat wilt, maar onderbouw dat. Dus op de een of andere manier zat dat bouwwerk niet goed in elkaar. Dat is overigens net nog voor mijn tijd gemaakt, maar dat haal ik uit het Raad van State advies. Toen kreeg je de periode van minister Kamp, dat was maar een jaar, maar het was het kabinet waarbij zelfs in het regeerakkoord stond, wij willen geen grote wetgevingstrajecten meer. In de Kamer was ook toch het zicht op de corporaties, ze zijn zelfstandig, het zijn ondernemers, dus we hebben er ook geen behoefte aan dat je weer met enorm veel extra regels richting die sector gaat komen. Toen kwam minister Dekker. En als je naar de beleidsbrief van minister Dekker kijkt, dan zie je toch dat een aantal van die elementen en zorgpunten van staatssecretaris Remkes, dat die in die beleidsbrief een plek krijgen. Want wat er in die beleidsbrief staat, dat is, ik maak mij zorgen dat die corporaties te weinig presteren. Dat staat er namelijk nogal luid en duidelijk. Ik wil dat op het lokale niveau die wethouder veel meer zaken kan gaan doen met die corporatie. Je ziet dat, en ze zei ook, en ik wil dat qua prestaties het ook helder wordt wat ze dan moeten presteren. Dus er stonden ook kwantitatieve aantallen in die brief. En tegelijkertijd is ook een passage opgenomen over bijvoorbeeld Raad van Commissarissen. Dus het lijkt alsof er een césuur is, maar als je goed kijkt naar wat staatssecretaris Remkes wilde en de zorg om die zelfstandig wordende corporaties, zonder dat er echt sprake was van een countervailing power of partners die echt met die corporatie aan de slag kunnen, dan zie je dat eigenlijk weer een plek krijgen in die beleidsbrief. Ja, en kunt u ook nog wat accentverschillen duiden waar het gaat om bijvoorbeeld de relatie met Edes? In de periode die ik zelf kan overzien, hadden wij een zakelijke, maar ook wel respectvolle relatie naar Edes. Het was niet per se bijzonder vriendelijk, het was niet per se, het was zakelijk. En waarom? Omdat Edes natuurlijk als belangenvertegenwoordiger van de sector heel erg op het standpunt stond dat het een zelfstandig wordende sector was. Dat het niet de bedoeling was dat er weer allerlei regeltjes extra zouden komen. Ik vraag me de verschillen tussen Dekker en Remkes in de relatie naar Edes. Was dat ongeveer hetzelfde? Nou, dan begrijp ik u niet verkeerd. Ik denk dat staatssecretaris Remkes, die had vrij veel zorgen, ook naar het debakel met de Limburgse corporatie, over die sterker wordende corporatie zonder die countervailing power. Die had ook echt flinke debatten met Edes. Minister Dekker deed dat misschien op een andere manier, maar tegelijkertijd was het niet zo dat zij en dat het departement meeging met die druk en die dwang vanuit de sector van wij zijn zelfstandig en wij willen minder regels. Ik las in het verhoor van Willem van Leeuwen dat hij het nog had inderdaad over dat 1 A4'tje BBSH. Ik dacht dat het 2 A4 was, maar goed, 1 A4. Dat was in ieder geval een tendens waar ook minister Dekker niet in meeging. Dus het was haar wel degelijk om te doen om ervoor te zorgen dat aan de ene kant die sector zijn prestaties op het lokale niveau kon leveren, dat daar ruimte voor was. Maar tegelijkertijd, als je naar die brief kijkt, staan er tamelijk ferme uitspraken over van wat zij van die corporatiesector vond. Ja, en als je het hebt over het belang van de interne toezicht, de corrigerende mechanismes die woningcorporaties zelf moeten verzorgen. Ja. Was daar een verschil in denken? Nou, als je in die tijd kijkt, want het gaat over 7 jaar natuurlijk tussen staatssecretaris Remkes en minister Dekker. Dan zie je dat in het denken, maar ook in de zorgen die we op het departement hadden, dat wij in dat hele stelsel van die woningbouwcorporaties, dat wij een aantal zwakheden
zagen. Die zwakheid zat erin en dat zie je ook in haar beleidsbrief terug. Wat is nou de missie van die corporaties en welke prestatie verwachten wij van die corporaties? Dat zie je ook in die beleidsbrief, 445.000 woningen. Maar de echte zorg zat hem ook op het lokale niveau. Die wethouder die zaken moet doen met de corporatie, maar eigenlijk over onvoldoende instrumenten beschikt. Maar de grootste zorg zat hem bij de raden van commissarissen. En ik kan niet goed inschatten hoe dat in het tijdperk van staatssecretaris Remkes was. Maar ik weet in ieder geval heel duidelijk, dat zie je ook aan die beleidsbrief, dat bij minister Dekker, dat de zorg over raden van commissarissen die lang niet in alle gevallen, laat ik dat erbij zeggen. Maar grosso modo zie je dat die corporaties sterker worden, dat ze over meer geld beschikken, dat ze zich vrijer voelen om hun eigen koers te bepalen. Mm-hmm. En wat je dan als zorg terugziet in die beleidsbrief, dat was ook de zorg van het departement, dat is dat die countervailing power op het lokale niveau bij die wethouder, maar zeker ook bij die raden van commissarissen, dat wij dat absoluut onvoldoende vonden. Ja. Als we de hele periode overzien sinds de butering, dan wordt eigenlijk al vrij snel duidelijk dat er nog aanvullende wetgeving nodig is, dat het allemaal niet goed is afgehecht. Maar dan zien we toch eigenlijk in die hele periode van 20 jaar en eigenlijk tot op de dag van vandaag dat er geen wetgeving van de grond is gekomen. Hoe kan dat nou? Dat steeds maar niet is gelukt. Nou ja, dat had met twee dingen te maken. Dat is, de woonwet was natuurlijk wel voor advies naar de Raad van State gegaan, maar het advies wat terugkwam was tamelijk negatief. Het was een tijd waarin ook de Kamer, en dat heeft heel lang geduurd, weinig behoefte had aan opnieuw grote wetgevingstrajecten. Ik herinner me nog een motie van de Kamerleden Hofstra en Koopmans, die ergens in 2004, 2005 zeiden, minister Dekker, kunt u nou niet een keer zorgen dat er minder regels voor die corporatiesector komen, want het is verzelfstandiging en wat gaat u daar nu aan doen? Die motie wordt ook genoemd in de beleidsbrief van minister Dekker. Dus het was een tijd waarbij het verzelfstandigen was, het was een tijd waarbij het om over zelfregulering ging, maar tegelijkertijd zie je dat die beleidsbrief van Dekker eigenlijk de punten van Remkes min of meer overneemt. Dan die wetgeving, voordat je aan wetgeving toekomt, moet je natuurlijk wel inderdaad die visie ontwikkeld hebben. En ons doel met die beleidsbrief was, en het doel van minister Dekker was, om die zwakheden in het stelsel die wij zagen, want het departement is natuurlijk verantwoordelijk voor het stelsel, dat die zwakheden die door meerdere partijen ook in allerlei onderzoeken op tafel werden gelegd, door de SER, door de WRR, door de commissie De Boer, dat we daar handen en voeten aan zouden kunnen geven. Dat neemt niet weg dat als je kijkt naar het wetgevingsconstruct wat we hadden, het BBSH met de circulaires, dat we met die circulaires wel elke keer codificeerden van hoe ver wij waren in de discussie met de Kamer en met de corporaties. Dus het is niet zo dat je kunt zeggen van nou, we hadden geen wetgeving. Het construct wat we hadden, daar konden we in ieder geval. Ja, want je hoort vanuit de corporatiewereld wel van, ja, door al die, Edes heeft er ook meerdere malen op gewezen, door al die wisselende bewindslieden, waar wij als het ware ontheemd, hadden we geen richting, wisten we niet wat we moesten doen. Wat zegt u daarop? Nou, laat ik het zo zeggen. Voor een aantal dossiers kan ik me daar iets bij voorstellen. Bijvoorbeeld zo'n makelaardijkwestie. Daarvan was het in eerste instantie zo dat wij een makelaarsfunctie bij een corporatie op zich wel accordeerden. Maar niet toen dat allerlei extra activiteiten met zich meebracht. Dus daarvan kun je zeggen van luister, zij begonnen ermee en op een gegeven moment vonden we het gewoon niet goed. Maar in grote kansen kan je niet zeggen, ook als corporatiesector niet, natuurlijk wel met wisselende bewindslieden, maar laat ik het zo maar noemen, de grondwet waarop wij het hele toezicht baseerden, het BBSH en de circulaires die we, ik denk, elk jaar wel verder codificeerden, was ook gebaseerd op nieuwe rechtspraak. Hè? Want we hadden natuurlijk zo nu en dan toch wel een geschil met een corporatie en dat voerden we door tot desnoods tot en met de Raad van State. Dat werd gecodificeerd. Dus met dat zwalkende beleid viel het eigenlijk wel mee, zegt u dan? Ik vond op een aantal dossiers,
vond ik, kun je niet zeggen dat corporaties niet wisten hoe het zat met de kernactiviteiten, hoe het zat met de nevenactiviteiten. Dat stond in het BBSA, dat stond in de circulaires. En mensen die heel lang in zo'n sector werken, ja, daarvan mag je eigenlijk wel verwachten dat die weten waar ongeveer de grenzen liggen. Het was eigenlijk eerder zo dat de grenzen werden opgezocht. En ik hoor u zeggen dat zowel in de periode Emkes als in de periode Dekker het gevoelen is dat de corporaties meer moeten presteren. Zeker. Was dat besef ook bij de, aan de kant van de woningcorporaties aanwezig? Nou, weet u, laat ik één ding voorop stellen. De prestaties vanuit de volkshuisvesting, die zijn ook als je ze internationaal bekijkt in Nederland gewoon goed. We hebben een track record en wij stonden er hartstikke goed voor, ook in de volkshuisvesting. Als je met internationale gasten door de stadsvernieuwingswijken ging... Geen ghetto's in Nederland. Et cetera. Dat neemt niet weg, en dat andere is ook waar, dat door die verzelfstandiging en door het feit dat ze groter werden, rijker werden en een stevige positie kregen, was natuurlijk wel het gevoel van, ja vrienden, maar wat presteren jullie nu? En ik zou daarin... In een bepaald opzicht ook wel de term een soort wat zelfgenoegzame sector werd het. Ze hadden het idee van we kunnen toch uiteindelijk onze koers varen. We zijn zelfstandig, we zijn ondernemer en die grenzen die werden opgerekt. En de maatschappelijke druk aan de andere kant was, maar jullie zijn een sterke sector. Hoe zit het dan met die prestaties? Wij vinden dat er te kort wordt geleverd. We vinden dat jullie te weinig doen in die wijken, te weinig doen in de nieuwbouw. En als je ook naar de verkiezingsprogramma's kijkt van haast alle politieke partijen, dan zie je dat die onvrede over wat de sector levert, juist omdat ze stevig, sterk en over flink veel financiële middelen beschikten, dan zie je dat die druk van hé, maar dan moeten jullie nu over de brug komen, die werd groter en groter en ook de onvrede werd elke keer in de Tweede Kamer groter. En aan de andere kant was er dan toch een iets wat... zelfgenoegzame houding soms bespeurde u bij de woningcorporaties? Nou, kijk, het was een soort tweeledige druk. Je had natuurlijk corporaties die fantastisch werk verrichten. Want je kunt ze, ook daar kun je ze in alle 400 niet over één kam scheren, integendeel. Maar het algehele gevoel was, ook als je kijkt naar onderzoeksrapporten, en dat is ook waarom we in de beleidsbrief hebben gezegd, wij gaan prestaties formuleren en dat zijn er twee, 445.000 woningen waarvan een kwart door de corporaties moet worden gerealiseerd. Wij vinden dat 90% van de voorraad aan de doelgroep moet worden toegewezen en we vinden dat dat vervolgens op het lokale niveau moet worden doorvertaald. En wij vonden het op dat moment in ieder geval erg belangrijk dat duidelijk werd gemaakt, ook vanuit de Rijkskant, wat wij van die corporaties verwachten. Omdat we stelselmatig vonden dat die aantallen opgeteld tekortschoten. Dank u wel, voorzitter. Meneer Oskam, aanvullend. Ja, nou, mevrouw Bertram, u noemde even de rol van de Kamer. Hè, en het klopt dat Hofstra en Koopman die motie hebben ingediend. Ja. Er was nog een ander koppeltje, de Pla en Van Bochhoven. Zeker. En die hebben zelf een onderzoek geëntameerd in de Kamer om tot een nieuw arrangement te komen. Ze hebben een aantal moties ook ingediend. Zeker. Om toch tot versterkte regelgeving te komen. Moeten we dat dan zien? De Kamer was in die zin... denk ik niet altijd eens geestes. Je had in de Kamer een stroming die erg in de richting ging van, we hebben een knoop doorgehakt, het zijn zelfstandige ondernemers, nu moeten we ook als zodanig ons gaan gedragen. En je had ook Tweede Kamerleden die zeiden, ja, dat is wel zo, maar het zijn maatschappelijk ondernemers en daar zit nu precies het verschil. En als je maatschappelijk ondernemer bent, dan mag je ook verwachten dat er prestaties worden geleverd. En dan mag je dus ook op een gegeven moment eisen gaan stellen als die prestaties niet tussen aanhalingstekens vanzelf komen. En dat was natuurlijk, dat was precies de motie waar u op wees. En dat was natuurlijk waar wij als departement mee om hadden te gaan, want het waren natuurlijk... het was allebei waar, maar uiteindelijk zie je dat in die beleidsbrief, de stroming waarbij gezegd wordt, er moeten prestaties geleverd worden. En wij verwachten van een zo belangrijke sector dat ze aan de bak gaan en dat er ook echt wat gebeurt. Die stroming, die zie je uiteindelijk in die beleidsbrief een plek krijgen. En die woog zwaarder?
die woog heel zwaar, omdat uiteindelijk ook, nou ja, in het begin denk ik dat die hele richting van verzelfstandiging, zelfregulering, die is zeker na Heerma, is die doorgezet. Bij Remkes zie je dat al gaan kantelen vanwege de WBL-affaire, de Limburgse corporatie. En gaandeweg zie je dat het besef ook op het departement doordringt. Maar dat zal ook in de Kamer zo geweest zijn. Je denkt van ja, maar het is een zijn maatschappelijke ondernemers. Het gaat blijkbaar niet allemaal vanzelf. Wethouders zeiden, we hebben eigenlijk onvoldoende instrumenten in handen om zaken te doen. Wij zagen dat de raden van commissarissen, dat die in een aantal gevallen echt te zwak waren. Ja. Wel toeberekend op kleine corporaties, maar niet op die groter wordende corporaties die steviger werden en gingen professionaliseren. En daarin zoek je dan je weg. Maar het was niet zo dat het ministerie daardoor in verwarring kwam. Uw visie was duidelijk, welke kant u op wilde. Nou, ik denk dat, ik zou het iets anders voor mezelf formuleren, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat, dat wij langzamerhand daar ook een ontwikkeling in hebben doorgemaakt. Natuurlijk was in eerste instantie de sturing, dat was in het tijdperk Heerma, toen was ik aankomend beleidsmedewerker, dus 17 jaar ben ik wel bij het departement geweest, maar ik begon toch echt in een heel klein baantje. Ik weet wel dat in het tijdperk van Heerma was het natuurlijk echt zelfstandig, zelfregulering, zaken doen op het lokale niveau. En daar zat ook echt een hele duidelijke filosofie achter. Maar als op enig moment die corporaties, en ik zie dat ook wel voor me, groter worden, sterker worden en ook rijker worden, dan ga je natuurlijk een moment krijgen dat ook in het politieke circuit, maar ook aan de ambtelijke kant wordt gezegd, vrienden, maar gaat het wel goed? Want mogen we eigenlijk niet meer verwachten van die sector? En als we dat vinden, ja, dan moeten we langzamerhand gaan nadenken over dat begrip maatschappelijk ondernemer. En dat zijn we toen uiteindelijk gaan invullen. We hebben nog een heleboel feitelijke vragen. We gaan naar mevrouw Hashi. Mag u verzoeken iets bondiger, iets puntiger op die feitelijke vragen in te gaan? Ja? Dank u wel. Mevrouw Bertram, het externe toezicht bestaat uit aan de ene kant financieel toezicht en aan de andere kant het volkshuisvestelijk toezicht. Ja. Financiële toezicht, dat is bij het Centraal Fonds belegd en het volkshuisvestelijk toezicht bij het ministerie. Kunt u ons vertellen wat het precies inhoudt, volkshuisvestelijk toezicht? Het volkshuisvestelijk toezicht is gebaseerd ook op het BBSH en de circulaires. Het volkshuisvestelijk toezicht ging vooral over fusies, in een andere regio willen werken, verkoop van bezit, waardoor het bezit uiteindelijk kleiner werd, je kernbezit. En dan had je nog het rechtmatigheidstoezicht wat bij het departement zat. En dat zag heel erg toe op nevenactiviteiten of activiteiten waar vragen over bestonden. In de periode 2000 tot 2007 is er gesproken om die twee vormen van toezicht samen te voegen. Staatssecretaris Remkes had het ook opgenomen in de zogeheten woonwet. Ja. Dit is toen niet doorgegaan. Nee. Waarom niet, die samenvoeging? De kritiek van de Raad van State was dat als je rechtmatigheid en financieel toezicht samenneemt en het doelmatigheidstoezicht alleen maar bij het ministerie laat, dan vonden ze dat, of vond de Raad van State dat niet werkbaar in de praktijk. Want doelmatigheid en rechtmatigheid, dat zit zo dicht bij elkaar, dat is lastig. Het andere discussie was, het Centraal Fonds staat toch op afstand van het departement. De minister moet uiteindelijk toch gaan over, gaat het volkshuisvestelijk goed? Dat kan je niet bij een financiële toezichthouder beleggen. Nou, je ziet dat daar commissies adviezen over geven. Er is een commissie De Boer die zegt dat moet naar het WSW. Dat vond de minister uiteindelijk geen goede keus, omdat je het dan helemaal wegzet. Bovendien ook bij een private organisatie weg van het departement. Dus uiteindelijk is gezegd, het volkshuisvestelijk toezicht is echt aan de minister. En het financieel toezicht beleggen we bij het Centraal Fonds. Dat valt uiteindelijk onder de minister, want ze kunnen van dezelfde sanctie-instrumenten gebruik maken als bij het volkshuisvestelijk toezicht. Dus daarmee was die samenvoeging helemaal van de baan? Toen was die van de baan, ja. In 2006, want het volkshuisvestelijk toezicht kijkt met name naar de prestaties. Dat heeft u ook eerder in antwoorden benadrukt. En in 2006 heeft u dat ook
aangegeven, hè, die focus op prestatie en sturing. Wat hebben de bewindslieden Winsemius en Vogelaar daarmee gedaan? Minister Vogelaar heb ik zelf maar, ik geloof, 2 maanden meegemaakt. Dus ik wou daar toch maar niet te veel over zeggen. Minister Winsemius heb ik natuurlijk wel meegemaakt. Die is enorm aan de slag gegaan met Edis en met de corporatiewereld op basis van een toespraak die hij hield bij het Edis-congres. En waar hij letterlijk zei, corporatiedirecteuren, als jullie nu niet uit de stoel komen en zorgen dat je een bod aan de samenleving doet, dan worden jullie ge-NS'd, noemde hij dat. En die waarschuwing die kwam luid en duidelijk aan. En op basis daarvan is toen samen met het departement een bod aan de samenleving uitgebracht waar de corporatiesector mee aangaf dat zij zich verantwoordelijk voelde voor prestaties. En niet een klein beetje, maar echt groot. Het ging om 2 keer 600 miljoen uit mijn hoofd. Ja. Ondanks dat u mevrouw Vogelaar of minister Vogelaar destijds maar kort heeft meegemaakt, ja. Kunt u daar helemaal niets over zeggen? Nou, het hangt er vanaf wat u wil weten, maar 2 maanden is wel heel kort. Nou, het gaat mij met name om dat presteren en die sturing van corporaties, wat daarmee gedaan is, omdat dat met name ook een pleidooi van u is geweest. Ja, dat klopt, maar dat heb ik niet meegemaakt. Ik heb met haar nog meegemaakt dat zij de wijken heeft aangewezen, maar dat was ongeveer het laatste algemeen overleg wat ik met haar meemaakte. Dat was geloof ik eind april. De Algemene Rekenkamer heeft in haar recente rapport aangegeven dat het volkshuisvestelijk toezicht, ook in de periode dat u op het departement werkte, afwachtend en onvolledig was. Herkent u dat beeld? Nou, ik heb daar zelf een ander beeld bij. Op basis van het BBSA en de circulaires hadden wij een duidelijke taakverdeling tussen het Centraal Fonds en het departement. Uiteraard had je daar best discussies over, maar in grote kansen was dat helder. Wij hadden een sanctie-instrumentarium van een aanwijzing tot en met het intrekken van de toelating. Als je kijkt naar de verslagen en als je kijkt naar de activiteiten die wij richting corporaties hebben uitgeoefend, dan denk ik dat eerder het beeld van het departement in de corporatiesector was dat wij in net Engels geformuleerd een pain in die nek waren dan dat het zo afwachtend was en wij niks deden. De acties vanuit het departement werden toch snel gezien als, hey, dit doet geen recht aan de verzelfstandiging, dit doet geen recht aan de zelfregulering. Maar dat nam niet weg dat wij elke keer, als wij zagen dat wat ons betreft het in strijd was met het BBSH of de circulaires, dan grepen we in. Ja, maar u herkent dus zich totaal niet, of in ieder geval vanuit de positie die u had bij het ministerie, in het beeld wat de Rekenkamer in haar rapport vrij recent aangeeft. Wat afwachtend zou kunnen zijn, dat is dat sommige procedures lang duurden. Als je bijvoorbeeld bij de makelaardij kijkt, dan duurt het 1 jaar of 2, 3 voordat we uiteindelijk een uitspraak van de Raad van State hebben. Maar het is wel zo dat, voor zover ik het kan overzien, wij als departement optraden als wij zagen dat iets in strijd was met, en dat we uiteindelijk doorprocedeerden, want vaak kwam er dan toch een procedure van, tot en met de Raad van State aan toe. Daar waren we toch echt keen op om dat ook te doen, om die helderheid ook te krijgen en te scheppen. Ja, om toch heel scherp te stellen, want u geeft aan die afwachtende houding waar de Algemene Rekenkamer over heeft, dat lag aan het feit dat het ministerie in procedures zat. Dat zou kunnen, hè? Ja. Ja. U kent het rapport van de Algemene Rekenkamer? Nee. U kent hem niet. Oké. Maar u zegt, daar waren dus redenen voor waardoor het ministerie afwachtend was. Nou, als dat in het rapport staat, hè, bedoel dat sommige zaken lang duurden. Want dat was het punt wat ik wil maken, mevrouw Bertram, is dat de Algemene Rekenkamer onderzoekt. En die komt dat dan ook tegen, dat het komt door juridische procedures. Maar dat staat dus niet in het rapport. En daarom voor de derde keer, en meteen ook de laatste keer. Maar ik ken het rapport niet. Nee, maar u herkent zich niet in het beeld van de Rekenkamer dat het ministerie afwachtend en onvolledig was. Want onvolledig, dat was ook een van de punten die de Rekenkamer naar voren. Maar dan zou ik echt het rapport moeten lezen om te zien waar dat onvolledig op gebaseerd was. Dan kan ik een beter oordeel over vinden. Ja. Een van de oorzaken die de Rekenkamer in ieder geval aandraagt, dan kan ik u dat alvast meegeven, is dat het kwam doordat er te weinig ambtenaren bij het ministerie werkten. En het ging om 10 FTE-plaatsen. Klopt dat? Ik heb in mijn stukken staan dat bij de inspectiekantoren er
30 FTE met corporaties bezig waren. Vanuit het ministerie? Ja, bij het departement, dus bij de verschillende regionale kantoren. En dat er uiteraard ook vanuit de beleidsdirecties met corporaties gewerkt werd. Dus het was opgeteld, ik denk dat er misschien iets van 10, 20 bijkwamen. Mm-hmm. Maar dat was ongeveer het aantal FTE's. Ja. Klopt het dat door de plannen van het samenvoegen, die er lagen, het samenvoegen van de twee toezichtstaken, dat daardoor ook het aantal ambtenaren is gereduceerd op het ministerie? Nou, kijk, toen de woonwet er was, tenminste toen de woonwet in werking zou treden, toen was het wel, toen hebben we uiteraard gewerkt aan een afbouw, omdat het de bedoeling natuurlijk was om alles bij het Centraal Fonds te beleggen. Mm-hmm. Uiteindelijk moest dat natuurlijk weer aangevuld worden, maar dat is wel aangevuld. Het was natuurlijk wel even schipperen in een periode dat je eerst moet afbouwen en dat je dan vervolgens weer FTE's erbij moet. Maar het klopt dan dus niet het feit dat die plannen er lagen om samen te voegen, dat het departement terugging naar 10 FTE. Uiteindelijk is die samenvoeging niet doorgegaan, maar het departement bleef zitten met 10. Nee, ik heb in mijn stukken staan dat het ging om 30 FTE. Maar ja. Heeft u zich ooit zorgen gemaakt over het aantal mensen wat u tot uw beschikking had binnen het departement om die toezichtstaak uit te voeren? Nou, weet u waar ik me wel zorgen om heb gemaakt? Misschien niet eens zozeer om het aantal FTE's, maar wat je wel zag, dat is dat als corporaties groter worden, professioneler worden, ook zich juridisch en financieel op alle fronten door de duurste bureaus kunnen laten bijstaan, dan gaat het aan de ene kant misschien om het aantal, maar het ging bij ons ook om, heb ik voldoende mensen die ook op dat niveau de tegendruk kunnen organiseren en die dat kunnen overzien. En daar hebben we natuurlijk wel in de loop van de tijd in moeten investeren. Want je moet gelijke tred houden met wat in zo'n corporatiesector gebeurt. Ja, en dat duurt. Ja, en wat heeft u met die zorgen gedaan? Wij hebben uiteindelijk geïnvesteerd in de mensen die met die corporaties bezig waren. En je ziet ook gaandeweg de rit dat de procedure steviger worden. Je ziet dat het aantal mensen wat echt heel regelmatig met corporaties contact heeft, dat dat toeneemt. En je ziet ook dat er instrumenten ontstaan zoals de individuele oordeelsbrieven. Dus langzamerhand zie je in de loop van de jaren dat het instrumentarium steviger wordt en dat er een ritme in komt, zodat je ook kunt gaan vergelijken. Ja, daarmee zegt u dus dat het probleem, voor zover het een probleem was, dat was een zorg, daarmee een weggenomen zorg. Werd. In ieder geval, wij waren redelijk op orde. Redelijk op orde. Ik hoorde toch een soort voorbehoud. Het is, van tuurlijk. We hebben gedaan wat we konden, maar uiteindelijk was het nog steeds niet zoals het zou moeten zijn. Nou, ons oordeel was dat aan de Rijkskant de instrumenten die we in hadden, dat we daarmee uit de voeten konden. Dat wil niet zeggen dat we een overmaat hadden of dat we echt, dat was niet zo, maar we konden ermee uit de voeten. Onze zorgen lagen eerder op andere terreinen, maar dat heb ik net geschetst op het lokale niveau. Okay. Een van de onderdelen van het volkshuisvestelijk toezicht, die haalde u al aan, dat is de governance en integriteit. Ja. Daar valt ook het onderwerp beloningen, waar natuurlijk heel veel om te doen is geweest. Beloningen van directeuren, maar ook raden van commissarissen. Hoe verliepen die discussies binnen het ministerie? In eerste instantie was het zo tot 2006 dat we eigenlijk geen enkele titel hadden om in te grijpen. Zo ook niet in de openbaarheid van de salarissen. Met de WOPT kon dat wel. Wij vonden dat met het, en dat had ook met die zelfgenoegzaamheid te maken wat ik net noemde. Wij vonden het uitdijen van de salarissen, mag ik het zo zeggen, dat vonden wij eigenlijk uiteindelijk geen goed teken. Omdat het aangaf dat die sector die groeide, die werd sterker, die werd financieel machtiger. En als dat voor maatschappelijk ondernemers gepaard gaat met toch ruime beloningen, dan moet je op een gegeven moment daar wel iets van zeggen. Dat hebben we op drie manieren gedaan. We hebben de sector gevraagd, jullie moeten zelf uiteindelijk met de normering komen. Dat is de commissie Isebout geworden. Toen wij de WOPT in zicht was, hebben wij aangedrongen op transparantie boven een ministersalaris. Dan wisten we in ieder geval hoe het zat met de salarissen. En uiteindelijk zijn we zo ver gegaan, en daar ben ik zelf ook bij betrokken geweest, dat wij raden van commissarissen bij ons vroegen om het over salarissen te hebben. En dat is, gelet op die tijd,
En ook op hoe het rijksbeleid eruit zag. Hè? Want de bedoeling was wel dat het departement gelijke tred hield met ontwikkelingen van de commissie Dijkstal en wat minister Remkes wilde doen. Wij gingen dus als een van de eerste wel verder dan de andere departementen. Echt bevragen van de raden van commissarissen door de minister. Maar ik heb dat zelf ook gedaan. Dat werd natuurlijk wel als een ingrijpende stap gezien. Ja, ja. Dus je had er was geen wet, maar er waren wel mogelijkheden. En die zijn toen ook benut. De transparantie. En we hebben toen uiteindelijk ook vertrouwelijk, ik meen vanaf 2006, een overzicht gegeven van alle salarissen. En die werden ook vertrouwelijk naar de Kamer gestuurd. Ja. Mevrouw Bertram, ik ga met u naar de toetsgroep. Want die is vanaf 1999 actief geworden. De groep binnen het ministerie die kijkt naar nevenactiviteiten en die advies geeft over de toelaatbaarheid daarvan. Het is staatssecretaris Remkes geweest die die toetsgroep heeft laten ontstaan, maar wel als een tijdelijke toetsgroep totdat die woonwet er zou komen, maar die wet kwam er niet. En uiteindelijk is die toetsgroep wel gebleven. Waarom was dat? Die toetsgroep die hadden wij erg hard nodig, omdat op enig moment in het BBSH het prestatieveld leefbaarheid werd toegevoegd. En dat betekent ook dat je het ging hebben over nevenactiviteiten. Het was natuurlijk ook de tijd dat van de corporaties, ook vanuit bestuurders, ook vanuit allerlei maatschappelijke instellingen, enorm veel werd gevraagd. En dat betekent ook dat wij scherper het zicht wilden houden. Dat moest ook vooraf worden voorgelegd. Scherper het zicht wilde houden op die nevenactiviteiten en dat ook wilde beoordelen. Ja. En daar was de toetsgroep voor, onder andere. En daar was dan de bewindspersoon ook bij betrokken, maar vanaf 2003 is er voor gekozen om, of in ieder geval op verzoek van de bewindspersoon, om nevenactiviteiten niet meer voor te leggen aan de minister. Is dat toen minister Kamp geweest of minister Dekker? Minister Dekker die heeft op enig moment gezegd, ik hoef eigenlijk die nevenactiviteiten niet per se zelf meer te zien. En waarom? Waarom niet? Haar oordeel was dat dat afdoende was geregeld met die toetsgroep. Zij wilde echt op hoofdlijnen dat ook kunnen sturen, als het ging om stelselwijzigingen, et cetera. En de afspraak is toen gemaakt dat de DG de afwijzingen zou doen en dat de directeur stad en regio de goedkeuringen zou doen. Maar werden er nog wel incidenteel meldingen bij de minister neergelegd? Ik had ongeveer dagelijks met haar contact. Dus als er echt iets aan de knikker was, dan besprak ik dat altijd met de minister. Welke criteria hanteerde u dan wanneer u het wel bij de minister vond dat hij daar moest gaan liggen? Of dat u zegt, dat lossen we zelf op als ambtenaar? Ik denk twee. Maar dat is ongeveer met alles. Hè. Dat is in mijn huidige baan ook. Op het moment dat je het gevoel krijgt van, hé, dit gaat maatschappelijk spelen. Als het over de vierde of de vijfde makelaardij gaat, dan is dat natuurlijk heel anders dan wanneer dat voor het eerst komt. En dan bespreek je dat niet per se met de minister. Heel even maatschappelijk spelen, bedoelt u daarmee dat het in de media terecht gaat komen? Bijvoorbeeld, het kan in de media komen. Maar het kan ook zijn dat corporatiedirecteuren haar zouden kunnen gaan aanspreken. Mm-hmm. Het kan ook zijn dat je toch wil toetsen. Bijvoorbeeld met glasvezel hebben we dat gedaan. Hoe zitten we daar nu in? Wat vinden we daarvan? En er zijn dus een paar dossiers die ik met de minister zeker heb besproken. En soms ook omdat je voelt dat ook de druk bijvoorbeeld vanuit andere departementen of vanuit bestuurders. Hè, bedoel, ik heb echt ongeveer alle bestuurders aan de lijn gehad in Nederland die je kunt bedenken, die allemaal vonden dat de corporatie iets moest doen waarvan wij niet per se vonden dat dat verstandig was. Dus als de druk hoog was, was dat ook een reden om... Dan was dat zeker een reden om dat met de minister te bespreken. Wat was uw directe bemoeienis met de toetsgroep? In principe functioneerde die toetsgroep redelijk zelfstandig. Want als je kijkt naar de disciplines in die stuurgroep of in die toetsgroep, dan zat daar een vertegenwoordiger van het Centraal Fonds in, van mijn beleidsdirectie, van de directie stad en regio, en er zaten ook juridische mensen in. En er konden ook mensen bijgehaald worden als... Ik las wel de verslagen, dus ik wist wat daar gebeurde. Ik heb ze nog eens een keer allemaal doorgenomen, althans voor 2 jaar. En dat gebeurde ook tamelijk consensueus. Men ging ook niet over 1-8 ijs, dus dat was redelijk geregeld. Maar er waren duidelijke normen dus voor de beoordeling zeker, van de nevenactiviteit. Zeker. De normen waren, zoals ze ook in het BBSH stonden, het moet proportioneel zijn, het moet substantieel kausaal verband hebben met de kernactiviteit. De kernactiviteit moet zeker doorgaan en financieel gezien moet het doable zijn, anders kan het natuurlijk ook niet. Maar waren er discussies binnen de toetsgroep over toelaatbaarheid? Zeker. En hoe werden die discussies dan opgelost?
Of soms werd het onderling opgelost. Als je kijkt naar, naar de discussies. Ik heb net verslagen gelezen van ongeveer 2 jaar toetsgroep. En dan zie je dat er extra informatie bijvoorbeeld wordt gevraagd aan een corporatie. Laten we nog eens even uitzoeken. Bijvoorbeeld in Limburg was dat hoe dit precies zit. Hoe zit het financieel? Laten we nog eens het Centraal Fonds een extra onderzoekje doen. Laten we nog eens even juridisch toetsen van hey, hoe gaat het vallen of in Brussel of hoe gaat het bij de Raad van State vallen. Dus er werd op allerlei manieren in die toetsgroep geprobeerd om een zo helder mogelijk beeld te krijgen. Is er ooit sprake geweest van druk van buiten of binnen het ministerie om nevenactiviteiten toe te laten? Zeker. Door wie? Ik zei net al. Misschien komen we er nog op, maar servaatjes. Ik geloof dat ik ongeveer half Limburg aan de lijn heb gehad om mij uit te leggen waarom het zo vreselijk verstandig was om ja te zeggen tegen de campus. Half Limburg is niet alleen de wethouder dus? Nee, dat is niet alleen de wethouder, maar ook de rector magnificus. Dat is ook dus de druk vanuit allerlei maatschappelijke instellingen. Als zij vonden dat de corporatie in hun woonplaats iets een mooi plan had waar ze ook achter stonden en waar ze ook een groot belang bij hadden. Die druk was enorm groot. Toen het ging over de glasvezelactiviteit in Amsterdam, laat ik het zo zeggen, de Republiek Amsterdam komt meestal niet naar Den Haag, maar toen heb ik ze toch wel in Den Haag gezien om uit te leggen dat het verstandig was om toch mee te doen met die glasvezelactiviteiten. Dus u moet het zo zien, het departement stond volgens mij stevig aan het stuur, maar moest wel haar weg vinden tussen aan de ene kant een sector die riep, we verzelfstandigen en wij kunnen onze eigen weg wel vinden. En aan de andere kant een heel deel van bestuurlijk Nederland die vond dat zodra het om de eigen corporatie ging, de plannen toch eigenlijk ook wel heel erg prima waren. De Algemene Rekenkamer, het rapport waar we het eerder over hebben gehad, die geeft ook aan dat nevenactiviteiten niet altijd gemeld worden. En uit ons onderzoek blijkt dat vanaf 2000 dit al, in het verslag van de toetsgroep, dat dit al vanaf 2000 het geval is. Dat dus nevenactiviteiten blijken dat die dus niet vooraf gemeld worden, terwijl dat moest. Herkent u dat? Zeker. Dat is ook een van de redenen waarom die toetsgroep uiteindelijk in het leven is geroepen. Waarom we bijvoorbeeld ook met die individuele oordeelsbrieven begonnen zijn. Heeft u dit ook aan de minister gemeld? Het feit dat er dus nevenactiviteiten voorbij kwamen die niet gemeld waren en ook niet bij de toetsgroep voorbij zijn gekomen? Zeker. Kunt u een voorbeeld noemen? Ik moet even nadenken. Bij Servatius was er sprake van, ik geloof, het doorzakken van sociale huurwoningen die niet van tevoren waren gemeld en waar wij direct een aanwijzing hebben gegeven. En zo waren er natuurlijk meer activiteiten. Kijk, die toetsgroep die functioneerde op basis van 3 bronnen. Het waren de plannen van de corporatie zelf. De corporatie kon ook gewoon mondeling zelf langskomen. We haalden het uit de krant. Of we werden door anderen ingeseind. En uit dat pakket moest zicht komen op die nevenactiviteiten. Ja. En, nou ja. U zei, ik heb dat dan gemeld bij de minister dat dit dan gebeurde, dat nevenactiviteiten voorbij kwamen die niet gemeld waren. Wat deed de minister daar dan mee? Dan bespraken we met de minister, gelet op het instrumentarium wat we hadden, uiteraard, want je zult uiteindelijk bij de rechter ook altijd moeten aangeven dat de sanctie die je toepast, dat die proportioneel is. Dus we bespraken met haar, hoe ernstig is het? Is het een kleine activiteit, dan gaan we de druk opvoeren, maar dan gaan we dat doen via 1-op-1 gesprekken met de Raad van Commissarissen. En vervolgens was het ook kiezen tussen een aanwijzing geven, wat we toch regelmatig gedaan hebben. Je kon een toezichthouder aanstellen, wat tamelijk effectief is als je wilt dat een corporatie iets gaat doen wat ze zelf eigenlijk niet willen. Tot en met, wat volgens mij nooit gebeurd is, het intrekken van de toelating. Maar in dat pakket, dat pakket stond natuurlijk ten dienste. En wist u ook dat de jaarstukken van de woningcorporatie, dat die ook gewoon onvoldoende informatie gaven op het punt van nevenactiviteiten? Nou, de jaarstukken zijn uiteindelijk toch de belangrijkste bron. Maar het is natuurlijk niet voor niks dat ik net zei dat die toetsgroep meerdere bronnen gebruikte dan alleen de jaarstukken. Maar de vraag is, wist u dat dus de jaarstukken op dat soort onderwerpen ontbrak aan informatie? Zeker. Dat was ook de reden waarom die toetsgroep dus verder keek, dat wou ik zeggen, dan alleen de jaarstukken. Om nog beter zicht te krijgen op, wordt nu alles gemeld of wordt alles niet gemeld. Dus ook kranten werden bijgehouden, gesprekken met anderen. En we hadden natuurlijk regelmatig contacten met de corporatie zelf. Ja. De heer Van Leeuwen heeft het tijdens een verhoor, maar ook in 2005 in een brief aan minister Dekker aangegeven dat de oordeelsbrieven van het ministerie, waarin die nevenactiviteiten aan de kaak worden gesteld, dat die
eerder expliciet zijn goedgekeurd of al jarenlang zijn gedoogd door het ministerie. Ja. Wat is uw reactie daarop? Nou, dat was dat ik kan me bij twee daar wel iets bij voorstellen. Bijvoorbeeld de makelaardij. Daar was in eerste instantie was dat onder staatssecretaris Remkes goedgekeurd. Maar dan betrof het een makelaardij die echt alleen op het bezit van de corporatie zelf sloeg. Gaandeweg zag je dat die makelaardijen hun activiteiten uitbreiden. En daarvan is toen gezegd, ho, maar dit begint natuurlijk echt op een commerciële makelaardij te lijken. Dit kan niet, dit moet echt worden afgestoten. Maar je begint anders. Weet u nog wat minister Dekker deed met die brief van de heer Van Leeuwen en zijn toch wel verbolgen reactie op het optreden van het ministerie? Nee, maar ik veronderstel dat we die activiteiten zijn nagegaan en ik kan me niet herinneren dat we op basis van die brief het opeens anders zijn gaan zien. Maar dat... Ja. Ik kijk naar de voorzitter. Meneer Groot, had u aanvullende vraag of niet? Meneer Mulder. Als u even de microfoon in de voorzitter. Mevrouw Bertram, ja. Ik luister toch met wel grote verbazing. Die toetsgroep die is belangrijk omdat dat beleidsterrein leefbaarheid, daar kan heel veel onder geschaard worden. Zeker. Dan heb je een toetsgroep nodig, zegt u. Ja. Als je dan kijkt hoe die toetsgroep aan de informatie moet komen, ja, uit de krant, terwijl corporaties moeten melden. En ze melden ook niet. En het ministerie baseert zich op de jaarstukken die volgens de Rekenkamer onvoldoende informatie geven. Dan is dat toch zo lek als een mandje, die toetsgroep? Als je kijkt naar de bronnen van de toetsgroep, dan... Als het om 400 corporaties gaat, dan zult u mij niet horen beweren dat wij een 100% sluitend systeem hadden. Dat kan ook niet. Maar het is wel zo dat gaandeweg... de rit, het aantal instrumenten wat we ontwikkeld hebben, sterker en sterker werden. Bij de individuele oordeelsbrieven voor 50 corporaties gingen we samen met het Centraal Fonds en andere partijen. Die corporaties die gingen terugkijkend en vooruitkijkend compleet door de wasstraat. We hadden regelmatig contact met die corporatie. Als u mij vraagt, was het 100% sluitend, dan blijf ik zeggen dat... zal zeker niet het geval zijn, want net als met raden van commissarissen, ik zit zelf in een raad van commissarissen van de TU Eindhoven, je doet je best om alles te snappen en alles te zien en dat blijft altijd lastig. Maar het is wel zo dat het departement door de jaren heen het zo stevig mogelijk heeft gemaakt. Binnen uiteraard de kaders van het BBSA en de circulaires. We gaan naar meneer Oskam. Ja, mevrouw Bertram, u zei, ik ken het rapport van de Rekenkamer niet. Het is natuurlijk vrij vers. En u zei ook, uit mijn stukken blijkt dat de overheid 30 man aan toezichthouders had. Ja. Zegt de Rekenkamer, wij hebben ook onderzoek gedaan, 10, dus dat is 3 keer zoveel. Ja. En wij kennen die stukken ook niet waar u het over heeft. Welke stukken zijn het dan? Ik heb in mijn, ik zal zorgen dat u ze krijgt, maar ik heb in mijn advisering en ik heb nog met mijn directeur Stad en Regio gesproken en daar komt het aantal van 30 uit. Oké. Okay. En nog even op de vraag van de heer Mulder. Deed het ministerie dan ook nog wel aanvullend onderzoek als bleek dat er de meldingsplicht niet na werd gekomen? Ja, ik kan me een aantal gevallen herinneren, bijvoorbeeld bij Servatius. Dan zie je dat we in anderhalf jaar tijd iets van 8 tot 12 contact hebben met zo'n corporatie, tot en met de minister aan toe, om elke keer met ze te bespreken, wat zijn jullie nu aan het doen, wat zijn de goede cijfers, wat is de inhoud, et cetera. Dus dan zaten wij daar wel bovenop. Okay. Nou, u begint zelf over spaties, daar gaan we het ook over hebben, maar ook over Woonbron. Ja. Want die nevenactiviteiten spelen toch natuurlijk een hele belangrijke rol. Ja. We hebben hier de heer Kromwijk gehad, hè, directeur, oud-directeur van Woonbron. Ja. En die heeft verteld over het stoomschip en hij heeft gezegd, nou ja, ik heb contact gehad met het ministerie. Sterker nog, ik heb mevrouw Bertram 3 keer gesproken telefonisch over die nevenactiviteiten. En de vraag is of dat klopt. Ja, okay. Dat klopt. Ik heb zelf ook ter voorbereiding van dit gesprek nog eens een keer 2 sessies gehad, ook met directeur Stad en Regio. Wat er gebeurd is, is dat ik heb een gesprek gehad op mijn kamer met de directeur van Woonbron. Daar hebben we de boot besproken. Dat gesprek is voorbereid door mijn directeur Stad en Regio samen met zijn account. En het ging toen
om 400 eenheden jongerenhuisvesting. Dus eigenlijk, als je het goed beschouwt, een kerntaak. Het was in die zin, op het moment dat hij bij mij kwam, een afgebakende taak voor de corporatie, die één op één te herleiden viel tot de kerntaken van de corporatie. Omdat het eigenlijk om 400 woningen ging? Het ging om 400 eenheden voor jongeren. Ja. Dus het voldeed aan, het is huisvesting, het voldeed aan de doelgroep, want het was niet voor de high society, maar het ging om de jongeren van Katendrecht en omgevingen. De ROC was er ook bij betrokken. En wat voor ons belangrijk was, dat is, dat zie je ook in de stukken van de toetsgroep naderhand terugkomen, dat de corporatie alleen en louter alleen het wonendeel deed, dat was ook mijn proportionaliteit, en dat de andere partijen leren en werken deden. Maar dus de initiële aanvraag was, hebben jullie de problemen mee dat wij 400 eenheden voor jongeren, huisvesting dus, gaan realiseren op dat schip? Ja. En die directeur die u noemde, dat was de heer Schaap? Nee, dat is Ton Ringersma. Okay. Even om het in het juiste perspectief te plaatsen, had u dan eigenlijk het idee dat het geen nevenactiviteit was? Was het gewoon volkshuisvesting? Het was uiteindelijk, dat is ook in een nota aan in 2008 aan de toenmalige minister Vogelaar gemeld. Mijn opvolger heeft dat vastgelegd. Dus dat, en volgens mij zit hij ook in nieuw stukken. Wat daarin staat, dat is dat de initiële aanvraag van Woonbron een proportionele deelname was met een woonfunctie. En dat is vanaf 2008 zie je dat omdat er problemen ontstaan, die activiteiten en die verantwoordelijkheden van de corporatie worden uitgebreid. Maar dat was niet de initiële aanvraag. Nee, en dat was het gesprek bij u op het ministerie. Ja. Ja. Daarna hebben er nog twee gesprekken plaatsgevonden. Was dat telefonisch of was dat face-to-face? Ik kan me niet herinneren van daarna. Ik weet wel dat ik met hem gesproken heb. En overigens, we zullen het vast over die boot gehad hebben. Toen ik wegging, was er nog geen probleem met die boot. Dus dan zal het ongetwijfeld geweest zijn dat hij mij gemeld heeft wat hij van plan was. Ja. Maar je ziet in de stukken van de toetsgroep dat tot en met 2007, misschien nog wel 2008, dat die toetsgroep in de stukken ziet dat de initiële aanvraag, het gaat om 400 eenheden, het gaat niet om de highbrow jongeren, maar om de doelgroep jongeren uit Katendrecht. En de corporatie die houdt zich bij zijn leest, namelijk het wonen, dat is dan nog steeds de casus. Oké. Nou, u heeft uitgelegd over het initiële project wat dan nu is voorgelegd. Ja. Wij weten natuurlijk met elkaar dat het behoorlijk in beweging was. Ja. Dat er natuurlijk veel tegenvallers waren. Ja. Maar dat ook de plannen gingen schuiven. Ja. Wanneer komt dan het moment dat u het wel als een nevenactiviteit moet zien? Toen was ik al weg. Toen was u al weg. Ik ben in april 2007 weggegaan, of 1 mei. Toen ben ik gemeentesecretaris Den Haag geworden. Dus ja, die hele ontwikkeling, je ziet ook, dat heb ik nog wel gecheckt, je ziet in de verslagen van de toetsgroep van 2007-2008, dat daar staat van de DG heeft, 2007 denk ik, de DG heeft gezegd proportioneel ten aanzien van de woonfunctie. Ja. Dat is dan nog steeds het uitgangspunt. En daarna is dat gaan schuiven. Dus ik heb de grote wordende verantwoordelijkheid van die corporatie zelf niet meegemaakt. Nee, en wie kwam er na u? Leon van Halder. Okay. Moet ik dan zeg maar de conclusie trekken op basis van wat u nu zegt, dat wel met u besproken is, maar dat u niet tot de conclusie kwam dat het een nevenactiviteit was en dat het dus, want daar verbaast iedereen zich over, dat er geen schriftelijke toestemming in het dossier zit. Nee, dat klopt. Als de nota die aan minister Vogelaar is geschreven van, dat is in 2008 geweest, daarin wordt ambtelijk gezegd door mijn opvolger Leon van Halder, dat als je de initiële aanvraag bekijkt, dan is het op zich natuurlijk niet gek dat een corporatiedirecteur langskomt. Hè? Nee. En dat het ook bovendien door de directie Stad en Regio goed wordt voorbereid. Maar als je het op de keper beschouwt, dan is het op dat moment een kernactiviteit. En wat zich daarna, en hoe het zich daarna is gaan ontwikkelen, bedoel, dat was op dat moment in ieder geval niet, tenminste niet te voorzien. Nee. En de normale gang van zaken op het ministerie was dat als er een nevenactiviteit gemeld werd, dat daar wel schriftelijk op werd gereageerd. Het zij toestemming, het zij geen toestemming. Als je het juridische advies is, als je kijkt naar de circulaire, dan, dat heb ik ook in het vorige voorgezegd,
dan staat er eigenlijk niet letterlijk dat het monding of schriftelijk moet. Ik zie in sommige verslagen dat het begint met een monding verzoek van kunnen jullie meekijken, want ik ben dat en dat van plan. Maar ja, uiteindelijk gaat die toetsgroep natuurlijk wel schriftelijk daarmee aan de slag en gaat het ook naar de directeur Stad en Regio. Nou, is het stoomschip wel in de toetsgroep besproken? Ja. Was dat nog in uw tijd? Was het nou uw tijd? Wat in de toetsgroep is besproken, dat heb ik gezien, dat is dat in 2006, dan komt in de individuele oordeelsbrief van de corporatie te staan dat minister Winsemius is er dan, dat hij zegt, ik vind het eigenlijk een hele mooie onderneming dat je als corporatie met die woonfunctie aan de slag gaat, maar dat je dat samen doet met het ROC, want daarmee doe je echt iets voor de jongeren in Katendrecht en doe je dus echt iets voor die wijkontwikkeling. Ja. Je ziet dat in die toetsgroep vanaf dat moment het wel gevolgd wordt, maar zolang dat natuurlijk een kernactiviteit is, volg je dat. En op een gegeven moment is dat uiteraard, maar nogmaals, dat is na mijn tijd. Dan zie je dat dat natuurlijk uit gaat breiden en dat die corporatie waarschijnlijk een grotere verantwoordelijkheid gaat nemen om de problemen te dekken. Ja. Even nog de manier waarop die toetsgroep opereerde. Hè? Ja. Je hebt natuurlijk de inhoud, nou ja, dat is maatwerk neem ik aan. Ja. Het proces, was dat altijd hetzelfde of was dat ook wel maatwerk? Nou, uiteraard is dat altijd maatwerk, want of je nu een sportcampus moet beoordelen of U wil maar naar Maastricht, hè? Nee. Nou ja, god, dat ligt ook eigenlijk weer zo voor dan. Maar ik kan ook de glasvezel, laat ik dat dan zeggen, mm-hmm. of een postkantoor in Wassenaar, hebben we ook gehad. Maar ik bedoel, weet je, dan uiteraard is dat maatwerk, omdat je op de inhoud dat moet bekijken. Wat altijd wel standaard werd bekeken, dat zijn, wat ik net zei, de proportionaliteit. Is het een substantieel causaal verband met de kernactiviteiten? Komt de kernactiviteit niet in gevaar? En is het financieel draagbaar voor de corporatie? En op deze vier, en dat kan je natuurlijk, dat is niet met een schaartje te knippen, maar desalniettemin, daar is tamelijk consensueus steeds over gesproken. Okay. Nou zei Kromwijk hier ook bij het openbaar vervoer dat hij wel steeds de accounthouder bij het ministerie op de hoogte heeft gehouden over de voortgang met het stoomschip. Wie was dat, die accounthouder? Jan-Hein de Vrede. En die hield u weer op de hoogte? Hij of de directeur Stad en Regio, Ton Ringersma. En daarna door en de opvolger natuurlijk van Ton Ringersma. Ja. En wat werd er tegen u verteld over de voortgang? Toen ik daar wegging, want dat is eigenlijk zo'n beetje ook als die individuele oordeelsbrief eruit gaat van minister Winsemius. Dat is in november 2006. Ik ben zelf halverwege het jaar daarop weggegaan. Ja. Maar op 1 april trad mijn opvolger al aan, dus dat was een paar maanden daarna. Dan is het eigenlijk nog steeds, voor zover wij kunnen overzien en voor zover ik het nu kan overzien, is het nog steeds de initiële aanvraag. Okay. Verder nog alarmerende berichten binnengekregen in de tijd dat u DG was? Vanuit Woonbron? Ja? Nee. Over het stoomschip? Nee. Okay. Nou was het ook zo dat bij nevenactiviteiten, hè, dus ik begrijp dat u heeft gezegd, nou ja, in mijn periode was het wat mij betreft geen nevenactiviteit, was het gebruikelijk om de financieel toezichthouder ook om advies te vragen of een beoordeling? Ja. Dat is niet gebeurd bij Rotterdam. Nou, u heeft uitgelegd dat u het niet als een nevenactiviteit zat. Kunt u nog beoordelen waarom het daarna ook niet gebeurd is? Nee, ik kan dat niet goed beoordelen. Kijk, het ging om de initiële aanvraag ging om 6 miljoen. Ja. Eigen vermogen en 6 miljoen vreemd. Dat ging over 400 eenheden. Corporaties hebben natuurlijk van alles gedaan, zelfs ook in boten. Ik bedoel, studentenhuisvesting is in boten ondergebracht, fabrieken zijn omgebouwd tot. Dus het feit dat je iets anders doet dan gewoon een reguliere woning neerzetten, dat was op zich niet zo vreemd. Dus het ging steeds ook, en dat was natuurlijk precies mijn gesprek met de heer Kromwijk, het ging steeds om die proportionaliteit. Dat was toch, denk ik, uiteindelijk het allerbelangrijkste. De afspraak tussen ministerie en corporaties is, als er sprake is van nevenactiviteiten, dat ze daar op transparante wijze en melding van maken, maar ook verslag doen, heeft u ook net gezegd, een jaarverslag. Waarschijnlijk, maar dat weten we niet precies, vlak voordat u naar de gemeente Den Haag overstapte, is het jaarverslag 2006 van Woonbron uitgekomen. Ja. En daar is eigenlijk niets terug te lezen over de meer dan 65 miljoen die ze hebben geïnvesteerd in dat schip. En het staat wel in de management letter. De vraag is of u het wist. Nee. En als u dit zo hoort, dat het zo op deze manier naar buiten is gebracht,
Wat vindt u daar dan van? Is dat dan conform de afspraak? Ik wilde met alle plezier op reageren, maar dan zou ik toch wel graag de stukken, dan moet ik gewoon de stukken even zien. Nou, dat kan. Ja, dus dan graag. Ja, de bode die loopt even bij de griffier langs, dat is de werkwijze. Heel goed, heel goed. Ja, ja. Dat is een stuk van Deloitte van 23 maart 2007, dus toen zat u er nog net. Ja, ik zat er inderdaad nog net, nog een paar dagen. Even kijken hoor. En dan onderaan de SS Rotterdam, bladzijde 6. Kijk, als je dit zo leest, maar dat is eerlijk gezegd natuurlijk uiteraard alleen proviest reagerend, dan zie je dat het hier gaat bewegen. Ja. En dan had ik dat zeker moeten weten. Ja, dus dan is de conclusie, dan had Woonbron toch eerder aan de bel moeten trekken. Ja? Als je dit zo ziet en je ziet deze bedragen en je ziet wat de initiële aanvraag was. Maar ik sluit ook niet uit dat dat bij de account wel bekend was. Maar desalniettemin, als het om deze bedragen gaat, dan zie je dat dat inderdaad beweegt. En dan weet je wel dat je hier goed naar moet kijken. Oké. Servatius, want daar begon u ook over. We gaan naar Maastricht. Ja. Eind 2004 willen ze studentencampus bouwen. Ja. Woningen. Ja. Sportaccommodatie. Ja. En ook kantoorruimte voor beginnende ondernemers. Maar ze krijgen geen toestemming van het ministerie op basis van proportionaliteit. Kunt u dat uitleggen? Zeker. Als je dat vergelijkt met die boot, dan ging het hier om, uit mijn hoofd, 23 miljoen. Het was de corporatie, alleen al voor de sporthal, hè, want het ging in totaal om 88 miljoen. Het was de corporatie die in zijn totaliteit het alleen wilde financieren. De sporthal had een... In ieder geval een bovenwijkse functie. Had niet één op één een relatie met die wijk, wat natuurlijk met die boot wel zo was. Er stond ook in de stukken dat die sporthal van een internationale allure moest hebben. En dat zelfs de NOC, geloof ik, die sporthal ging goedkeuren. Als je dan ook ziet in de plannen dat die sporthal ongeveer een derde van het totaal gaat uitmaken, dat er een financiering is van kantoren waarvan eigenlijk niet geheel en al duidelijk was of die het rendement gingen opleveren wat het zou moeten opleveren om de business case sluitend te krijgen, ja, dan was bij ons toch wel niet alleen de vraag, maar dan zeiden we, ja, dit gaat zo niet. En misschien geeft dat ook wel inzicht, want dan voelt u ook wat de druk is waar zo'n departement dan in komt te staan. In dit geval werd ik inderdaad gebeld door de rector Magnificus. We werden uiteraard gebeld door de wethouder. We werden gebeld door de corporatie zelf. Zou kunnen, maar dat weet ik niet. Zou best kunnen, de wethouder. Om aan te geven hoe belangrijk dit plan voor Maastricht was. En dat wij toch eigenlijk wel ja zouden moeten zeggen. Het Centraal Fonds had ja gezegd en het WSW had ja gezegd. Uiteindelijk hebben we als departement gezegd, wij vinden dit niet proportioneel. We hebben een aanwijzing gegeven. En uiteindelijk is ook die financiële verantwoordelijkheidsverdeling veranderd. Dus het was voor ons elke keer weer de weging, ook in die toetsgroep. Wat vinden wij, en daarom is een volkshuisvestelijke weging een andere dan alleen de financiële. Want het Centraal Fonds had gewoon gelijk als je naar de financiën kijkt. Misschien konden corporaties het wel dragen. Het WSW had waarschijnlijk gelijk door te zeggen, nou, dit kan wel geborgd worden. Maar wij vonden het niet proportioneel ten aanzien van de kerntaak van de corporatie. Dat was voor ons een reden om aan te wijzen en te zeggen, dit kan zo niet. Er is nog wel gesproken over voorwaarden, hè? Of wanneer het wel zou kunnen. Ja. Met de rol van de gemeente en de rol van de universiteit. Ja. Kunt u daar nog iets over zeggen? Uiteindelijk is er een verhouding uitgekomen van, het was eerst 100% corporatie en het is geworden voor de sporthal 40-40-20. Dank collega Oskam. Mevrouw Hashi, kort aanvullend. Ja, voorzitter. In ieder geval als het gaat om het stoomschip de Rotterdam. Want ik luister naar uw antwoorden richting collega Oskam. En u kiest uw woorden zorgvuldig, dat begrijp ik ook. Maar bij mij blijft de vraag hangen, zegt u nu dat Woonbron het ministerie misleid heeft? Op basis van deze stukken bedoelt u, die ik net gezien heb? Ja, maar ook gezien het feit dat de eerdere gesprekken die met u ook zijn gevoerd over de toestemming en uiteindelijk wat er van geworden is. Dan weet u, ik wil dat
met alle plezier doen, maar dan moet ik echt meer stukken ook zien. Wat ik weet van de gegevens die wij hadden toen ik het advies kreeg om het gesprek te voeren met de corporatiedirecteur, toen wisten wij van 6 miljoen plus 6 miljoen 400 eenheden. Dan heb je in ieder geval een overzichtelijke business case. Als ik hier zie, maar dat was inderdaad vlak voordat ik vertrok, hoe die bedragen gaan wijzigen, ja, dan is het enige wat ik er op dit moment van kan zeggen, dat betekent dat er echt heel serieus naar gekeken moet worden. Dan nog kan het zo zijn dat dit goed kan aflopen, maar het is wel een reden om heel serieus te kijken, want dit gaat opeens om grote bedragen. Maar u nogmaals, heeft Woonbron naar uw beleving vanuit het ministerie gezien en ook verwijzend naar hoe er gecommuniceerd is, ook over de cijfers en de schuivende plannen, heeft Woonbron het ministerie misleid? Dan moet ik echt meer zien dan alleen maar dit. Want wat ik dan moet weten, dat is, hoe is er dan met mijn account over gesproken? Hoe is er met de Raad van Commissarissen over gesproken? Maar dat weet u toch intussen? Nee, ik weet toen ik wegging, was er de individuele oordeelsbrief. En toen waren wij nog steeds van mening, dat kon ik ook in de toetsgroep verslagen zien, dat er sprake was van het gaat alleen om wonen. Wat ik u kan zeggen, dat is als ik hier in dit Deloitte-verhaal zie dat langzamerhand de bedragen gaan wijzigen. En het zou zo zijn dat bijvoorbeeld ook al in november, december 2006 het geval was, dan hadden we dat natuurlijk moeten weten. Maar dan moet ik toch echt eerst weten wanneer dit op tafel is geweest. En dan moet ik ook weten hoe dat gewisseld is met mijn account. Want misleiden is natuurlijk best een zware term. Ja, ja. Maar ook omdat u aangaf dat bij de initiële aanvraag, ja, Woonbron u toch verkeerd heeft geïnformeerd. Nou ja, dat is de vraag, want het kan ook zijn dat was wat ze ook wilden, de 6 plus 6 miljoen. En dat die bedragen in de loop van, want dat was in 2005, dit is natuurlijk 23 maart 2007. Ik weet niet wanneer die problemen zo zijn gaan ontstaan dat die bedragen zijn gaan schuiven. Maar de conclusie lijkt me alleszins helder, dat als dit de bedragen zijn van 23 maart 2007, dan moet dat uiteraard op tafel komen. Misleiden, daar heb ik eigenlijk meer informatie voor nodig. Mevrouw Bertram, de telefoontjes die u heeft gevoerd met de heer Kromwijk, heeft u dat gemeld aan de minister? Ik heb met de minister gesproken over mijn gesprek met Kromwijk en ook over het feit dat die SS Rotterdam, dat daar een gezamenlijk project, dat binnenkort bekend zou worden. En ik heb met haar ook overlegd wat zij ervan vond en of we dat belangrijk vonden. En ik heb haar uitgelegd hoe het project eruit zag. Dus alle telefonische gesprekken die u gevoerd heeft met de heer Kromwijk, heeft u teruggekoppeld aan de minister? Die telefonische gesprekken, daarvan heb ik gezegd, dat herinner ik mij niet, maar dat kan best. Voor mij was het belangrijkste dat ik me het gesprek op mijn kamer met directeur Kromwijk herinner. En daar hebben we zeker over het schip gesproken, maar dan wel in de termen zoals ik die net... De telefonische gesprekken kunt u zich niet herinneren. Maar dat zou best kunnen. Ik heb heel veel telefonische gesprekken gehad, maar ik heb dat niet in mijn dossiers teruggezien. Maar dat zou best kunnen. Dank u. Mevrouw de Bode, kunt u even die stukken weer terugbrengen naar de staf? Oh, ja. Het woord is aan collega Groot. Ja, dank u wel. Ook nog even een vraagje. Het Sint-Alfons is net al even te sprake geweest. Daar zat de heer Van der Molen. Klaagde hij wel eens bij het ministerie over te weinig bevoegdheden? Ja. En mijn indruk van die periode is dat het Centraal Fonds het liefste zelf over het sanctie-instrumentarium wilde beschikken waar de minister over beschikte. Dat was ook wel een discussie met het Centraal Fonds en ook met de Raad van Toezicht van het Centraal Fonds. Ons standpunt was, en dat van de minister voorop, dat het sanctie-instrumentarium echt een instrumentarium was dat aan de politiek was voorbehouden. En dat we... Ja, maar dat spreekt vanzelf, maar er is ook vaak gezegd van dat hij bijvoorbeeld zoiets bazaals als gegevens niet kon opvragen bij woningcorporaties. Nou ja, wij dus dat vonden, ze gewoon hun werk niet konden doen. Ja, nou ja, goed. Wij vonden dat op basis van het BBSH, maar ook op basis van de bevoegdheden van het Centraal Fonds, wel degelijk alle relevante informatie opgevraagd kon worden.
Het sanctie-instrumentarium, daar heeft u gelijk in. Hè? Natuurlijk is dat altijd aan de minister voorbehouden. Maar er zijn ook wel voorstellen geweest waarbij het Centraal Fonds zelf bijvoorbeeld direct een aanwijzing zou kunnen geven. Zonder dat de minister die bevoegdheid zelf zou uitoefenen. Dus echt gewoon bij het Centraal Fonds. En van die discussie hebben wij gezegd van nee, wij vinden dat dat echt ook aan de minister, aan de bewindspersoon is voorbehouden. Maar u zegt als het gaat om gewoon informatie opvragen, ik noem maar iets een derivatenportefeuille bij Vestia of andere individuele gegevens bij woningcorporaties, die had in uw optiek had het CFV, het Centraal Fonds voldoende mogelijkheden om dat gewoon op te vragen? Wat ik me ervan herinner van die gesprekken, dat is dat er inderdaad een discussie was, maar dat uiteindelijk toch elke keer de conclusie was dat op basis van de bevoegdheden van het Centraal Fonds zij wel degelijk de informatie konden opvragen die ze nodig hadden. Wat ook ons oordeel was, dat is als je kijkt naar de... Maar als ze dat vroegen en dan konden ze, en het, ze kregen het niet, dan konden ze geen sanctie toepassen. Jawel, want zij, in die zin hadden ze eenzelfde positie als het ambtelijk apparaat van directoraat. Als zij de minister zouden zeggen, wij vinden dat daar een aanwijzing moet komen, dan kon die minister die aanwijzing uiteraard natuurlijk uitoefenen. Hm. Ik heb dat ter voorbereiding van dit gesprek ook nog eens een keer getoetst. Is er nu een situatie geweest dat het Centraal Fonds vond dat er een aanwijzing gegeven moest worden en is dat toen niet gebeurd? De minister die was net zo goed als ze dat op basis van het volkshuisvestelijk toezicht kon doen, kon ze dat ook op basis van het financieel toezicht doen. En al die instrumenten stonden het Centraal Fonds wel ter beschikking. Er waren toezichthouders, ik geloof in de zorg, maar dat weet ik niet zeker. Maar er waren in ieder geval toezichthouders die wel zelf dat instrumentarium hadden. En dat was eigenlijk wat het Centraal Fonds zelf ook wilde. Daar zit, ik bedoel, dat begrijp ik ook wel, want je hebt dan rechtstreeks, en je kunt het ook rechtstreeks toepassen. Maar de keuze van minister Dekker was om daar toch zelf die rol in te blijven spelen. Ja, dus het is meer dat het omslachtig is voor het CV als ze gegevens willen hebben. Dan moeten ze eerst naar de minister dat kunnen. Alleen voor minister Dekker was, zij vond het heel belangrijk dat zij zelf, als het om zoiets belangrijks gaat als het toepassen van een sanctie richting een corporatie, om daar zelf in de lead te zijn. Maar als het gaat om gewoon informatie opvragen, daar een sanctie op te kunnen toepassen, dat is toch... Jawel, maar dan werd natuurlijk ook wel, dat kan, hè, een aanwijzing, maar dan werd natuurlijk... Eén, het is natuurlijk best een zwaar middel, maar tegelijkertijd dan werd de druk op die corporatie enorm opgevoerd om die informatie ook te leveren. En we hadden ook heel regelmatig contact met het Centraal Fonds. En als je kijkt ook naar de bepalingen, dan denk ik, er kon behoorlijk wat, ook in algemene zin, als het gaat om het financieel toezicht, bij die corporaties opgevraagd worden. En natuurlijk moet dat groeien en natuurlijk is dat in 2001 anders dan in 2003-2004. Maar de relevante informatie kwam uiteindelijk toch wel op tafel. Dus u vond eigenlijk dat Centraal Fonds toch een beetje zeurde op dit punt? Nou nee, niet zeurde, want voor ons was het financieel toezicht natuurlijk enorm belangrijk. Maar als het ging om het toepassen, want wij duwden graag mee, ook in die toetsgroep. En we hadden ook zware gesprekken met de corporaties. En het was niet zo dat we dat uit de weg gingen, integendeel. Dus we trokken ook samen met het Centraal Fonds op om ervoor te zorgen dat de corporaties leverden wat geleverd moest worden. We hebben soms ook ervoor zelf voor gekozen om bijvoorbeeld met die raden van toezicht direct te spreken en te zeggen, wat is hier aan de hand? Waarom komt die informatie niet op tafel? Of waarom voegt u zich niet naar de aankondiging van een aanwijzing. Maar het echte gesprek ging over het sanctie-instrumentarium. Althans, dat is wat ik me ervan herinner. En daar had je natuurlijk dat politieke... Daar had je echt, en dat wilde de minister bij zichzelf houden. Ja. Ik zou met u toe willen naar het onderwerp leefbaarheid. En ook dat wat we in ons onderzoek tegen zijn gekomen, dat op een gegeven moment de wijkgebondenheid, dat die vervalt. Dus dat corporaties ook buiten de eigen wijk activiteiten mogen gaan ontwikkelen op het punt van leefbaarheid. En voor zover wij kunnen nagaan, begint het proces in
september 2006. Op 21 september 2006 dan staat in een verslag van de toetsgroep dat u nadenkt over een nieuwe rol voor woningcorporaties. En daarin zouden corporaties meer mogelijkheden moeten krijgen om zich met problemen die met de wijk samenhangen om dat aan te pakken. Hoe is dat, dat verslag dateert van 21 september 2006, dat is precies de dag dat minister Dekker aftreedt. Maar u bent dus dan al bezig na te denken, was dat in opdracht van minister Dekker of heeft u dat, was u er zelf over aan het nadenken? Ik denk dat dat komt, maar ik moet nu wel heel goed nadenken. Ik herinner me een nota van de directie Stad en Regio, waarbij op basis van een aantal aanvragen zorgvuldig werd getoetst, maar ook een discussie was van in hoeverre moeten we dat nu nalaten. Ik weet niet wat daar de voorbeelden waren, maar ik herinner me een notitie over de aankoop van het Slotervaartziekenhuis, ik geloof van een jachthaven en nog twee andere, weet ik niet meer. En daarvan is toen in die toets, op grond van de toetsgroep, maar ook door de directie Stad en Regio, in het directieteam een nota voorbereid waarbij gesproken is over in welke gevallen zouden we dit nu wel toestaan en in welke niet. En eerlijk gezegd was het oordeel niet vreselijk positief. Ja, dat is een hele discussie geweest inderdaad, voor zover wij kunnen nagaan, ja. Tussen twee directies, beleidsontwikkeling en Stad en Regio, waarbij je ziet dat Stad en Regio veel soepeler wil zijn en beleidsontwikkeling veel strenger is. En de ene beleidsactie zegt dan, nou ja, servaties zou met wat aanpassingen wel kunnen. En zegt beleidsontwikkeling, nou dat kan niet. En zo zijn er meer. Zo zijn er meer voorbeelden. Ja, zeker. Maar die discussie ontwikkelt binnen het departement, ontwikkelt zich nadat u daar in feite de aanzet voor hebt gegeven. En u hebt gezegd van, nou, ik denk aan een ruime taakopvatting van woningcorporaties. Nou, ik kan me, ik zou dat verslag even moeten zien, maar wat ik me ervan herinner is het volgende. We hadden inderdaad een discussie tussen die twee directies over, naar aanleiding van een aantal hele concrete aanvragen. En je moet dan elke keer weer nadenken over wat staat er in het BBSH. En langs welke lat gaan we dit leggen? Ik meen me te herinneren dat zelfs toen het prestatieveld leefbaarheid in het BBSH kwam, dat toen ook al gezegd is van, zou het kunnen gaan over vastgoed wat niet per se in de wijk staat, maar wat wel een maatschappelijke functie heeft en wat heel belangrijk kan zijn voor een wijkontwikkeling. En eigenlijk was de discussie tussen die twee directies, hoe moet je dat nu invullen en moeten we het überhaupt willen? Waarbij je natuurlijk de rekkelijke en de precieze had. Maar dat was precies ook waarom in die toetsgroep de verschillende disciplines zaten. Want het is natuurlijk niet met een schaartje te knippen, maar we werden er wel mee geconfronteerd. En je moet op een gegeven moment toch ook tegen een corporatie zeggen, als ze bezig zijn met de Slotervaartziekenhuis, wat vinden wij daar nu van? Wat ik me herinner van die nota is dat we ook uiteindelijk ook in het directieteam echt hier heel voorzichtig mee zijn geweest. Omdat we een gevoel hadden van, let op, dit gaat heel voorzichtig zijn geweest. Maar het einde van de discussie is wel dat daar waar eerder strenge voorwaarden worden gesteld aan dat investeringen en leefbaarheid wijkgebonden moeten zijn, dat die voorwaarden worden laten vallen. En kunt u uitleggen hoe dat is gebeurd, dat die voorwaarde is laten vallen? Ja, nou dat kwam eigenlijk vanwege het volgende, maar desalniettemin waren we er wel prudent mee. Als het ging om de wijkontwikkeling, dan kregen de corporaties natuurlijk een belangrijke taak daarin. En het kon zo zijn dat er in een wijk een belangrijke functie was, bijvoorbeeld een school of je had meer van dat soort wijkfuncties waarvan ook een wethouder vond, ja, daar moeten we in die wijk wel wat mee doen. En de vraag was, als het nu niet één op één gebonden is aan het bezit van die corporatie, vinden we het dan toch een maatschappelijke taak als het gaat om maatschappelijk vastgoed, of vinden we dat niet? En het criterium voor ons was, en het criterium wat ik me van die noten herinner, dat is,
is het maatschappelijk vastgoed? Dus is het zo dat het belangrijk is voor zo'n wijk, dat het voldoet aan de proportionaliteit? Dus je gaat in principe wel dezelfde toetsingscriteria langs. En wat is dan uiteindelijk het oordeel? En zo, dus de toets... Je begeeft het je wel op een hellend vlak, hè? Want je kunt je ook afvragen waarom corporaties het in hun hoofd halen om jachthavens te willen aanleggen, musea te gaan financieren. Zeker, maar daar hebben we ook nee tegen gezegd, hè? De jachthaven, nee. Waar het in ons geval... Maar we zien tegelijkertijd wel dat de grenzen worden opgeëkt. En dat zeker. De band met de wijk wordt doorbroken. Klopt. Maar wat... Als je nu terugkijkt, dan denk ik dat voor ons het criterium van belang was... is het maatschappelijk vastgoed, zoals we dat ook bedoeld hebben met het BBSH... dan heb je het niet over een jachthaven. Ik bedoel, wat voor relatie heeft een jachthaven met een doelgroep? Wat voor een relatie heeft een jachthaven met? Dus het waren elke keer wel dezelfde toetsingscriteria... Is het zo dat er een kausaal substantieel verband is met de kerntaak van de corporatie? Is het proportioneel? Dus de criteria die we in het BBSH en in de circulaires hadden opgenomen, die werden ook op deze casus toegepast. Het was ook wel een maatschappelijke vraag, ook in het kader van de wijkaanpak. In de gemeenten werden de wijkplannen gemaakt. Het was niet zo dat in elke wijk een corporatie actief was. En dus was het ook de vraag van een wethouder. Als nu een school heeft bezit in wijk A en de school staat in wijk B. Dan gaan die kinderen van wijk A naartoe. Mag die dan iets met dat maatschappelijk vastgoed doen of niet? Dat waren de cases waar ook politiek gezien wel de vraag voor was. Wat vinden we daar nu van? En dat zijn natuurlijk cases waarvan je kunt zeggen dat heeft een directe relatie naar de kerntaak van die corporatie. Maar een jachthaven, dat was voor ons wel heel evident. Nee, maar we zien wel dus dat de criteria worden verruimd. En zeg maar dat nadenken erover, dus het laten vallen van die eis van wijkgebondenheid. Mm-hmm. Was dat nou op initiatief van de minister of kwam dat uit het departement zelf? Ik denk dat dat twee bronnen had. Dat is bij die hele wijkontwikkeling waren natuurlijk ook de lokale bestuurders die plannen maakten met de corporaties. En die soms wat breder gingen dan de wijk waar de corporatie bezit had. Dus het was ook een maatschappelijke vraag. En dan wordt daar de minister natuurlijk mee geconfronteerd. Mag dat wel, mag dat niet? En valt dat nu wel onder het leefbaarheidscriterium of valt dat niet onder het leefbaarheidscriterium? En er zijn natuurlijk corporaties zelf geweest die zeiden... ja, wij willen graag iets met dit schoolgebouw doen... of wij willen graag iets met dat maatschappelijk vastgoed doen... Hoe gaan we daarmee om? En dan moet je daar wel een keer als departement een antwoord op geven. Want dit waren in ieder geval gevallen die al geruime tijd bij ons lagen. En het was dus niet zo dat we over één nacht ijs gingen. Maar het was heel duidelijk, ook in relatie tot die wijkaanpak. Wat vinden wij nu de maatschappelijke taak van een corporatie? En hoe moet je daarna naar het BBSH kijken? Dus als ik het goed begrijp, het departement werd geconfronteerd met steeds meer van dit soort vragen uit de samenleving. Dat ik dan de vraag heb, moeten we dan niet toch kijken naar onze criteria die we aanleggen? Ja. Dat heeft geleid tot een nota die vervolgens aan de minister is voorgelegd. Maar dat was natuurlijk, als je naar het BBSH kijkt en de circulaire steeds het geval. Ja. We begonnen met vier prestatievelden en dat werd uitgebreid. En vanuit de samenleving was natuurlijk de druk op de corporatie en de lokale bestuurders... om die corporaties daar een hele prominente plek in te geven. En elke keer was het een hele zorgvuldige weging. Heeft het een één-op-één relatie met wat je als maatschappelijk ondernemer... Mm-hmm. en wat je als je maatschappelijke taak ziet? Of is het iets, zoals bij die sporthal, ik moet hem toch nog maar even noemen... waar je zegt van, ja, weet je, wat voor relatie heeft dit nog... tot die maatschappelijke taak van die corporatie? Uiteindelijk leidt die discussie binnen het departement... tot een nota die u naar de minister stuurt, naar minister Vogelaar... Op 3 april 2007, dan zit u er nog net. Dus Leon is... En dan wil minister Vogelaar het nu niet over hebben. Ze heeft blijkbaar geen tijd daarvoor. Dus zij wil zich daar... Er wordt vraag voorgelegd, vindt u dit goed dat ze die wijkgebonden... dat we bovenwijks gaan toelaten om dat ook daarin te gaan investeren?
Minister Vogelaar weet het nog niet hoe ze daarop moet reageren. Is het nog bekend of ze daarna daar wel op gereageerd heeft? Nee, de maand april was voor mij een rare maand, want ik zat niet meer in de staven. Omdat Leon van Halden die begon op 1 april. En ik had toch 1 maand overlap om met minister Vogelaar de aanpak van de 40 wijken in de commissie, om haar te ondersteunen in de commissie. En ik ben op 1 mei bij de gemeente Den Haag begonnen. Dus ik zat zelf niet meer in de staven. En ik weet dus ook niet of minister Vogelaar daarna erop gereageerd heeft, of dat er aparte discussies waren. Nou ja, dat hoor je van minister Vogelaar zelf wellicht nog. Ongetwijfeld. Dan wil ik nog een paar vragen stellen over het onderwerp staatssteun. Heeft ook het een en ander mee te maken gehad. In 2002 wordt voor het eerst het sociale volkshuisvestingsstelsel en de ontwerpwoonwet, toen nog van de heer Emkes, aangemeld in Brussel. Ja. Ja, het was eigenlijk in de verwachting, nou, we krijgen wel goedkeuring en dat het geen staatssteun is. Dat bleek anders uit te pakken, want de Europese Commissie, tot verrassing wellicht van velen, stelde vast dat er wel sprake is van staatssteun. Ja. Ja, wat betekende dat oordeel van de Europese Commissie? Hoe kwam dat aan in het departement? Was dit van tevoren ingeschat of kwam het als een donderslag bij helder hemel? In het begin was mijn betrokkenheid eerlijk gezegd minimaal. Ik was toen denk ik net directeur van een directie die daar weinig mee te maken had. Maar wat ik uit de stukken haal is eigenlijk het volgende. Als directoraat dachten wij ook samen met de juridische afdeling dat we inderdaad toestemming zouden krijgen. Omdat het idee was, het gaat om een publieke taak die al decennia lang door de corporaties wordt uitgeoefend. Dus wat zou daar precies mis mee zijn? Er was ook een uitspraak, het Altmark-arrest, waaruit ook ongeveer de conclusie kon worden getrokken van, nou, dit zou best wel eens daaronder kunnen vallen, dus dan zijn we gelijk klaar. De vraag is natuurlijk wel gesteld van waarom moeten we eigenlijk naar Brussel? Omdat we hadden het Securitel-arrest net gehad. Mm-hmm. En vanuit buitenlandse zaken, maar ook justitie en ook economische zaken werd gezegd, doe dat nou maar, want we willen niet nog een keer zo'n groot financieel debakel hebben. Uiteindelijk zeiden ze nee, omdat ze vonden dat er te weinig onderscheid was tussen commercieel, sociaal, et cetera. Dat kwam inderdaad wel hard aan, want dan moet je opeens heel erg nadenken, oké, en wat gaan we er dan mee doen? Ook de Kamer was not amused. Ik herinner me nog dat er misschien wel voor het eerst een Kamerbrede motie was. Of een uitspraak was. Ik weet niet eens of het een motie is, maar een uitspraak. Want ik ben toen met minister Dekker naar de commissaris geweest in Brussel, mevrouw Kroes. En we hadden een uitspraak van de Kamer op zak. Wilt u tegen mevrouw Kroes zeggen dat wij niet blij zijn en dat de volkshuisvestingssector van ons is? Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in 2 voorstellen die ook in de beleidsbrief van minister Dekker terecht zijn gekomen. En dat was de definiëring van wat de doelgroep was, waar de corporaties primair verantwoordelijk voor waren. En het heeft geleid tot een inkomensgrens, die 33.000, gerelateerd aan modaal en de ziekenfondsgrens. En het heeft gerelateerd aan 90% van de sociale huurwoningvoorraad moet toegewezen worden aan deze groep, en dan heb je een ruimte van ongeveer 10%. Dat is besproken in het gesprek met mevrouw Kroes in Brussel. Ja. Ja, hoe verliep dat gesprek? Had u het idee dat mevrouw Kroes extra streng was omdat ze hier haar eigen land moest beoordelen? Wij hadden wel het gevoel dat het in ieder geval zo was dat mevrouw Kroes voorzichtig was, wat ik me kan voorstellen, omdat het inderdaad haar eigen landgenoten waren. En dan ben je voorzichtig, omdat je toch niet het beeld wil neerzetten dat je je eigen land bevoordeelt. We hadden daardoor wel het gevoel dat we roomser dan de paus werden behandeld. En dat het bij wijze van spreken het balletje ook de andere kant op had kunnen rollen. Uiteindelijk waren wij niet zo heel ontevreden met de uitkomst, omdat we kregen tijd ervoor om dat te operationaliseren. Die 33.000 grens, dat was de grens voor modaal. Dat was ook niet zo'n hele rare grens. Toen we uiteindelijk, dat was niet eerst zo, er zat eerst een lagere grens. Uiteindelijk zijn we met Brussel tot 33.000 gekomen. Die 90% was ook gebaseerd op
bestaande praktijk. Dus dat was ook niet iets waarvan we zeiden, nou, daar valt volstrekt niet mee te leven. Dus uiteindelijk, en de spits tussen commercieel en niet-commercieel, dat was toch al iets wat minister Dekker ook anders, zeker in de beleidsbrief had opgenomen. Dus als je alles samenneemt, dan was het een uitkomst waar wij wel mee konden leven. Maar tegelijkertijd was de stemming in de Kamer wel, dit hadden wij toch eigenlijk wel graag zelf willen bediscussiëren. En daar hebben we niet per se een richtlijn tussen aanhalingstekens vanuit Brussel voor nodig. Ja, consensus in de Kamer. Hij was nog nooit zo groot als toen. Ja, van blijf van onze volkshuisvesting af. Zeker. Klopt het dat de Europese Commissie ook gedefinieerd wilde zien wat het publieke belang is van de Nederlandse sociale volkshuisvestingssector? Nou ja, kijk, de kwestie is in Brussel gaan spelen omdat het advocatenkantoor De Brouw, maar uiteindelijk ook de IVBN, die wilde wel, die wilde IVBN, preciezer weten de club van particuliere verhuurders. Voilà, de particuliere verhuurders. Die wilde eigenlijk weten hoe dat nu zat. Dat balletje is daarom gaan rollen. En het was dus op zich ook wel een discussie die we ons konden voorstellen, dat je nadenkt over in ieder geval wat is de primaire taak van een corporatie en wat is die niet en hoe moet je dat operationaliseren. Daar waren wij op zich ook wel mee bezig, want we moesten dat uiteindelijk toch ook weer in die beleidsbrief opnemen. Alleen het ongemakkelijke gevoel zat hem er meer in dat Brussel zich voor het eerst met de volkshuisvestingssector ging bezighouden, terwijl het in de ogen van het Rijk en van de departementen hier een kwestie was die eigenlijk tot de bevoegdheid van het nationale gezag zou moeten behoren. Maar het publieke belang, nou ja, we hebben dat geprobeerd te definiëren. Maar zeker. Dat, nou ja, het publieke belang is natuurlijk, maar dat is niet echt gelukt. Of? Nou, we hebben uiteindelijk in de regelgeving opgenomen wat een commerciële activiteit is, wat geen commerciële activiteit is. We hebben ook aangegeven, daar moet een knip in aangebracht worden. Over het ene betaal je VPB en over het andere niet. En de discussie was nog, moet het een juridische scheiding zijn of een administratieve scheiding? In eerste instantie, we hebben daar ook ons op laten adviseren. Uiteindelijk is er gezegd van, oké, de voorkeur heeft het een juridische scheiding, maar wij kunnen ook leven met een administratieve scheiding, want ik weet even niet meer welk bureau, maar in ieder geval was het advies, het zou beide kunnen. En dan heb je het ook afgeregeld en op een goede manier. Dan meer via de regels, maar ja, breekt je hier niet op dat de bepaling in het BBSA, besluitbeheer sociale huurwoningen, dat die zo algemeen zijn, ja, dat je daar uiteindelijk geen publiek belang, scherp omschreven publiek belang kunt. Nou, als je nagaat hoe we dat gedefinieerd hebben, dus de doelgroep is natuurlijk toen gedefinieerd in de brief. Er is ook aangegeven welk deel van de voorraad naar die doelgroep moest. En daarmee is natuurlijk wel degelijk aangegeven dat dat de kerntaak was, maar ook het publieke belang was. Want dat hebben we natuurlijk wel bij de corporatie gelaten. En het publieke belang van daar primair actief op zijn, zonder dat we uitsloten dat je natuurlijk ook commerciële activiteiten doet. Maar dat doe je dan wel op een andere manier. En dat betekent dus ook dat je belasting betaalt. Dat was op zich wel een werkbare situatie. Toch zie je dat, als mevrouw Vogelaar in 2007 aan het EU staat, dat, en dat zijn we al jaar later, dan is er nog steeds geen akkoord met de Europese Commissie. Hoe kan het dat dat zo lang zich voortsleept? Ik denk omdat de Europese Commissie, die wilde natuurlijk ook een zekerheid hebben dat dingen doorgingen. Ik bedoel, we zaten ook weer in de wissel van de wacht. Want als ik me goed herinner, dan hebben wij natuurlijk een aantal maanden met minister Winsemius, was natuurlijk toch minister in between. En er is dus wel gezegd van, kunnen jullie met voorstellen komen? Minister Winsemius zei, ik heb een opdracht om het huurbeleid geregeld te krijgen en de wijkaanpak. Als het gaat om het toezicht en de toezichtsbrief, inclusief de relatie naar de corporaties, dan laat ik dat aan mijn
opvolger of opvolgster over. Mm-hmm. Dus we hebben toen wel een aantal maanden verloren. Want we zaten in augustus, september, vlak voordat mevrouw Dekker moest aftreden, zaten natuurlijk in de Kamer. En daarna heeft dat wel stilgelegen beeld. Mm-hmm. Bewust. En minister Vogelaar zelf, staat die er flink achteraan op dit dossier? Ik heb haar amper meegemaakt. Dat zou mijn opvolger beter moeten kunnen vertellen. Ja. Dank u wel. Dank collega Groot. Meneer Bashir heeft ook nog een vraag voor u. Mevrouw Bertram, u bent 17 jaar werkzaam geweest bij VROM. Waarvan vanaf 2000 was u plaatsvervangend DG en vervolgens zelf DG. Ja. En als ik naar de rode draad van dit gesprek of dit verhoor kijk, dan zie ik dat we in de laatste tijd, dus vanaf 2000 tot 2007, sprake was van wisselend beleid. Corporaties die veel wilden doen, bijvoorbeeld jachthaven, ziekenhuis, stoomschip. En ook vervolgens de vrijheid kregen om dat te doen. Er komt weinig nieuwe wet en regelgeving tot stand. En als dat er tot stand komt, dan verloopt dat moeizaam. Mijn vraag aan u is of dit ook uw rode draad is van uw tijd bij VROM. En dan met name de laatste jaren. En hoe kijkt u terug op die tijd? Mm-hmm. Mijn rode draad is dat, en die komt behoorlijk in uw buurt, met denk ik 1 of 2 nuanceringen van mijn kant. Mijn rode draad is dat na de verzelfstandiging eigenlijk al snel bij staatssecretaris Stommel en staatssecretaris Remkes de zorg over hoe zorgen we nu dat die prestaties er komen en wie spreekt nu die corporaties aan, dat die zorg met even de interimperiode van minister Kamp, die ook al na een half jaar natuurlijk en minister Defensie was en minister Volkshuisvesting, dus dan is dat toch sowieso ook lastig, hè? Maar minister Dekker pakt dat op. En mijn rode draad zou dus zijn dat die zorg van hoe zorgen we ervoor dat op het lokale niveau de partijen voldoende geëquipeerd zijn en ook de wethouder geïnstrumentaliseerd is om ervoor te zorgen dat die corporaties leveren wat ze moeten leveren. We hebben de investeringsdoelstelling daar aangekoppeld, een vrij zwaar middel, plus de raden van toezicht, dat uiteindelijk de rode draad was. En als ik erop terugkijk, dan denk ik dat wij als departement wel degelijk ook die zorg die eigenlijk al wel bij Remkes was ontstaan, want als je naar die woonwet kijkt, dan zit hem daar de kern. Je ziet dat dat ook de kern is van de beleidsbrief van mevrouw Dekker. Dat staat dus eigenlijk al 1,5 jaar later in een beleidsbrief die naar de Kamer gaat. Wat ik me wel realiseer, dat is dat de intensiteit waarmee wij in datzelfde tijdsbestek het huurbeleid deden en de wijkaanpak, dat de intensiteit ook in de Kamer, maar ook op het departement rondom het toezicht, dat die zorg er was, maar dat we misschien nog harder hadden moeten roepen van vrienden, dit moet wel geregeld worden, want hier begint een risico te ontstaan. Ik zeg er wel bij dat de sfeer waarin minister Dekker en daarna minister Winsemius moest opereren, wel een sfeer was, ook maatschappelijk gezien met een WRR-rapport, die zei, het gaat om vertrouwen hebben in elkaar, zorg dat er geen toezichtstorens komen. Het was een tijd waarin de sector zelf vond, zelfstandig worden, zelfregulering. En dat was de afspraak en daar houden we ons aan. Dus wat ik erbij zeg, dat is die urgentie, die had misschien harder op de agenda moeten komen. Dan hadden we misschien ook sneller de voorstellen vanuit de beleidsbrief kunnen doorvoeren. Het tijdsgevricht was er wel een van heel veel bestuurders die heel veel wilden, tot en met de sportcampus aan toe. Waar wij stelselmatig nee tegenzeiden. En het was een tijd waarbij de aandacht voor het toezicht in ieder geval minder was dan de aandacht die er nu is. En die urgentie, die had eigenlijk hoger op de agenda moeten komen. Mevrouw Bertram, dank u wel. Ik sluit deze vergadering. Dank u wel.